Hydroloog Siunat Naipaul had een maand geleden al gewaarschuwd voor de situatie aan de kust te weg naar zee, toen een dergelijke situatie zich voordeed als de dam doorbrak die de samenleving afgelopen maandag heeft opgeschrikt. In een interview met onze nieuwsdienst zegt Naipaul dat de Aardendam is opgeworpen sinds 2015, die figuurde als een voorlopige dam. Aan de kust zijn er geen mangroven meer en ook geen modderbank, waardoor de golven uit de zee niet worden tegengehouden. Dit maakt dat de golven met een kracht aankomen tegen de Aardendam, met alle gevolgen van dien. Naipaul is vanuit de Anton de Kom Universiteit in 2015 begonnen met een concept om hulpdammen te bouwen. De bedoeling daarvan is geweest om zoveel mogelijk modder op te vangen. En modder weer dus dien zou doen als absorptie van golfenergie. De eerste periode tot en met 2020, 2021 heeft het goed gewerkt. Hebben we dus modder kunnen opvangen. Maar daarna is wat abrupt naar binnen gegaan. En de condities waarschijnlijk zijn veranderd. Waardoor en welke wij niet in de gaten hebben gehad. En dan noem ik bijvoorbeeld de condities zoals de Triple Nania die we hebben gehad. Met hevige winden, met zware golven en erosies daarbij gevolgd. En vervolgens hebben we ook gehad het baggeren van de Tsunami Rivier. Dat ook waarschijnlijk. Het zijn allemaal hypotheses, laat maar zo stellen. Moet verder worden onderzocht. Maar het gaat erom dat als je geen modderbank hebt, als je geen mangroven hebt, dan heb je dus een probleem. Waarbij dus de Aardendam dat tijdelijk was opgeworpen of opgeworpen was voor een tijdelijke periode, dat die dus nu aan het begeven is. We proberen zoveel mogelijk te herstellen waar te herstellen of te beschermen. Laten we het herstellen kunnen we niet doen, want we hebben de tools niet, we hebben de equipments niet. Naipaul geeft verder aan dat de samenleving meer van deze problemen kan verwachten. Hij zegt dat er verschillende oplossingen voor handen liggen, waaraan echter consequenties zijn verbonden, als ook een kostenplaatje. De methoden die je kan gebruiken, je kan dijken bouwen, je kan dwars kribben bouwen, je kan golfbrekers bouwen. Alles wat je gaat doen heeft daarmee te maken dat je dus de tools moet hebben, de financiële middelen moet hebben. En ook moet weten waar het gaat plaatsvinden, hoe je gaat in feite doen, voor hoe lang het gaat moeten gebeuren. Het zijn allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden. En ik denk daarvoor tijd nodig is. Tegelijkertijd gaan we door om zoveel mogelijk te beschermen waar te beschermen valt. Anders, je kan niet blijven wachten op een oplossing, terwijl de nood nu op dit ogenblik heeft toegeslagen. Ja. Op dit ogenblik is door openbare werken een aardedam opgeworpen. Om te voorkomen dus dat water doorstroomt. En dat is nu gestopt. Maar zoals ik aangegeven heb, als er eenmaal zout nu binnengedrongen is, dan moet er nog veel neerslag vallen om dat uit te spoelen. Anders blijft het zo. En naarmate dus je zonnige dagen hebt, heb je verdamping. En water verdampt en zout blijft achter, waardoor het land verder degradeert, kwalitatief afneemt. En voor de boeren een belangrijke verlies betekent. Professor Naipaul benadrukt dat bij het wegtrekken van het water de problemen nog niet verholpen zijn.